John, een 2-1 overwinning bij Sparta, maar zwaar bevocht is denk ik wel het juiste woord. Maar dat is niet erg, dat kan ook mooi zijn. En dat zijn ook de woorden die ik na de wedstrijd heb gegeven aan de jongens. Dat we verzuimen. Ik vind dat we over gedeeltes prima gespeeld hebben. Goed balbezit, de juiste dingen hebben gedaan. De voorsprong al, weliswaar vier penalties, maar in handen hebben gepakt, genomen in deze wedstrijd. Verzuimd om het uit te breiden. Aan de andere kant, hard voor moeten knokken, hard voor moeten verdedigen. Om uiteindelijk die wedstrijd eruit te slepen. Dat kan ook mooi zijn. En als je gezwijnd hebt. Maar kijk, hun gaan opportunistisch spelen met veel lengte. Maar dat hebben we echt goed verdedigd. En dat is niet altijd makkelijk tegen deze spitsen en dit kaliber. Ja, nu heb je het inderdaad al over de tweede helft. De helft waarin jij onder andere Ubiel Manuelsson brengt. En een voetballend vermogen van Patrick Joosten. Dat is denk ik bewust, hè? Ja, nou, daar wordt gevraagd. Je ziet dat een aantal jongens leeg zaten. GC had natuurlijk moeilijk, logisch. Dan hebben we, ik prijs altijd die bank, hoe blij ik daarmee ben. Want je hebt gewoon spelers die het spel weer naar je toe kunnen trekken of het spel kunnen veranderen. Nou, dat zijn wissels die je dan kunt toepassen. Ubi heeft wel laten zien hoe rustig hij aan de bal is. En dat was wel op dat moment gevraagd. En de keuzes die we daarin maakten. En daardoor kregen we ook meer grip en konden we voorin nog gevaarlijk worden. Ook het inbrengen van Patrick daarmee. Ja, dat was echt wel goed om te zien dat hij sinds lange tijd traint goed. Ja, dan mag je het ook laten zien, al is het maar een kwartier, 20 minuten, ik weet niet eens. Maar het is toch lekker dat je als trainer dit soort wissels achter de hand hebt. Normaal gesproken dan zie je wel eens dat een subtopper of middenmotor, hoe je het wil noemen, dat die wint van een topploeg, in jullie geval PSV, dat het dan de week erna niet lukt. Is het in die zin niet gewoon een mooi compliment voor je ploeg dat zo'n lastige uitduel wordt gewonnen? Ja, tuurlijk. Maar dat is wat ik net zeg. En de manier waarop we die wedstrijd gespeeld hebben, in balbezit, maar ook verdedigd hebben op het eind, dan zie je dat, ik zeg al, we zijn bezig met iets moois en dat komt er dan uit. En daardoor win je deze wedstrijd. Dus dat doe ik niet, dat doen de jongens, dat doen ze niet met z'n elfen, maar dat doe je als team. En ja, dat is hoe je vorige week, hè, fantastisch, mooi, goede week gehad. En je maakt nu weer een stap, ook omdat je die wedstrijd wint. Dus ja, lekker. Simon Mackinock zat vandaag voor het eerst sinds hele lange tijd weer bij de selectie. Werd ook na afloop toegezongen bij de supporters. Niet alleen na afloop. Die is de hele wedstrijd toegezongen. En ik ben sowieso super blij voor Simon zelf dat hij na zo'n lange tijd weer onderdeel van de groep is geworden. Heeft kunnen uitmaken. Hij zit niet op de bank omdat hij zo'n leuke jongen is. We hadden hem ook eventueel kunnen en moeten gebruiken op het moment dat het gevraagd werd. De wedstrijd vroeg er niet om, dus hebben we dat niet gedaan. Aan de andere kant, als ik dan zie hoe populair hij is bij onze supporters, dat wist ik eerlijk gezegd niet. En dat vond ik wel mooi om te horen. De supporters van Sparta die zeiden ook, als het 3 of 4-1 staat, dan brengt hij Van der Brommen nog wel. Natuurlijk, als het moment daar was, ook om hem nog meer en mij ook weer een extra optie te geven. Maar nogmaals, dat moet wel gevraagd worden in de wedstrijd en dat was niet zo. Dus hij moet even geduld hebben. Donderdag? Ja, misschien.